Straks het glazen huis. Nu Pascode Loterij Miljoenenjacht. Goedenavond allemaal. Straks begint hier een gloednieuwe aflevering van Miljoenenjacht. Maar eerst laten wij u zien hoe Aad, de winnaar van vorige week, het door hem gewonnen bedrag van 91.000 euro nog eens een keer uit mocht delen aan de buurtbewoners met dezelfde postcode als hij. Dat waren er in totaal 18 met 27 loten en hij is er waanzinnig populair mee geworden in de buurt. Hoi, je mag meedelen in de Nationale Postcode Loterij. Goed, ik ga onze prijs, of mijn prijs ga ik verdelen onder de buurt. 3.370 euro. Ja, en drie loten, dus tel uit je dienst. Dan kunnen we nog een keer kerstvieren. Ja, dacht ik ook, hè? Probeer jij een aardige buurman? Ja, dacht ik ook, hè? Hey. Hey, heb je nog plezier ermee? Jee! Cadeautje. Oh, wat geweldig! Kijk eens even. Hey, geweldig. Een cadeautje. Dankjewel. Hey, kijk eens, cadeautje voor je. Geweldig! Ja, je hebt hartstikke goed gespeeld. Ik bedoel, beter kan het eigenlijk niet. Ik heb hem heel goed gebruikt. Goed zo. Hey, geniet ervan. Hey Bob, kijk eens. Drie van jou. Mooi. We hebben in de grote prijs die ik gewonnen heb. Heel mooi. Goedenavond. Kijk eens even. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Klasse. Dankjewel. Super. Hey. Ja, gezien. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Leuk. Oh, hebben we goed geregeld, ja, man. Graag gedaan. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Ja, heel goed. Gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zagen de postcode en we dachten, oh, dit is voor ons, dat is ook voor ons. Dat gaat goed. Ja, we hebben toi gedaan en perfect. Grandioos gespeeld. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Kijk eens. Hoi, alsjeblieft. Hartstikke mooi. Dat is serieus echt. Dat is serieus helemaal echt. Dankjewel. In deze gepanzerde vrachtwagen zit geld. Veel geld. 5 miljoen euro. Hij is onder strenge bewaking op weg naar de studio. Vanavond maken 500 kandidaten kans dit enorme bedrag te winnen. Vanavond is het zover. Wie wint? De Postcode Loterij Miljoenenjacht. Het is Sinterklaasavond 2004. Dit is de televisiequiz waarin het meeste geld valt te winnen. 5 miljoen euro in de zaal en nog eens 2 keer 5 miljoen thuis. Hier gaat het om, de dames met de koffers. In een van deze koffertjes zit het gigantische bedrag verstopt van 5 miljoen euro. Maar in welke? Kies de finalist de verkeerde, dan gaat er misschien 2x1 eurocent uit. Kiest hij de juiste, dan levert dat misschien niet 1, maar 2 miljonairs op. Wat er ook gebeurt, hier is de nummer 1 van uw verlanglijstje. Hier is Linda de Mol. Fijn dat u naar Miljoenenjacht kijkt op deze Sinterklaasavond. En het past ook wel. Als er één show is die bij het Sintgevoel hoort, dan is het wel deze. En wat zou het geweldig zijn als die ene koffer met 5 miljoen euro er uitgerekend op 5 december tussen uitgepikt wordt. Natuurlijk staan we vanavond ook stil bij het overlijden van ons aller prins Bernhard. De prins heeft in zijn leven heel veel tijd doorgebracht in Afrika. En wij kennen hem natuurlijk als medeoprichter van het Wereld Natuurfonds. Samen met Nelson Mandela stond hij ook aan de wieg van de Peace Park Foundation. En later in deze uitzending besteden we hier meer aandacht aan. Net als vorige week gaat de hoofdprijs er weer 3 keer uit. En mocht u nou willen weten met welk koffernummer u meedingt, schuif dan eventjes die gevulde speculaas aan de kant en kijk op uw bankafschriften, want daar staat dat duidelijk vermeld. En uiteraard kunt u ook vanavond weer 10.000 euro winnen door ons te bellen. En dat geldt voor iedereen. En ik zeg het er nog even bij, de meeropbrengst van al die telefoontjes gaan rechtstreeks naar de goede doelen. Over een kwartier geef ik de eerste 10.000 euro al weg. En het nummer daarvoor is 0909-0325.
verwachting klopt het hart van onze 500 deelnemers. Wie de koek krijgt, wie de gart. De gart betekent vanavond na 3 vragen snoeihard afvallen. En de koek na 3 vragen doorgaan naar de tweede ronde. Lekker meedoen thuis is goed voor je algemene ontwikkeling. Hier komt meteen de eerste vraag. Succes allemaal. Wie werd onlangs door lezers van het blad Company gekozen tot best geklede mannelijke ster? Was dat A, Brad Pitt, B, David Beckham of C, Jude Law? U mag, gaat uw gang. A, B of C? Wie was die best geklede mannelijke ster? Het was Brad Pitt. En zijn vrouw eindigde eerste bij de vrouwen, Jennifer Aniston. En we gaan snel kijken op welke tribune de meeste mensen met goede antwoorden zitten. En dat is de rode, 56 punten. Maar er komen nog 2 vragen, hè? Daar gaan we, de tweede vraag. Wat of waar ben je als je spreekwoordelijk in de armen van Morpheus ligt? A, in diepe slaap. B, in de zevende hemel. Of C, bij je minnaar. U mag. De tijd loopt. In de armen van Morpheus, slaap je dan? Ben je in de zevende hemel of ben je bij je minnaar? Nou ja, tenzij je een minnaar hebt die toevallig Morpheus heet, maar dat lijkt me sterk, is het goede antwoord gewoon antwoord A, in diepe slaap. En we gaan eens even kijken of de blauwe tribune een beetje heeft kunnen inhalen. En ja! Blauw staat bovenaan. En het scheelt maar 6 puntjes rood. Dus de laatste vraag gaat de doorslag geven. Daar komt hij. Welke Amerikaanse president is nooit door het volk gekozen? A. John F. Kennedy. B. George Washington. Of C. Gerald Ford. Daar heeft u 5 seconden voor. Dat is een lastige. Eén van deze 3 is niet door het volk gekozen. En dat was C. Gerald Ford. Die was namelijk vicepresident. En toen Nixon aftrad na het Watergate-schandaal, werd hij president. Maar is dus niet gekozen. Heel belangrijk. Welke tribune gaat er door naar de volgende ronde? Laat het maar meteen zien, dan weten we het maar. Dat is de blauwe tribune met 368 punten. Ah, ik vind het altijd zielig. Ja, en waar het aan lag, we zullen het nooit weten, maar de rode tribune is definitief uitgeschakeld. Sorry daarvoor, dat blijft natuurlijk altijd een beetje lullig. Zit je in je mooiste pak op de tribune, lig je er na 2 minuten uit. Maar je moet maar zo denken, op het laatst afvallen is eigenlijk veel erger. Is echt waar. En we gaan nu het mes zetten in de blauwe tribune. We zoeken namelijk het beste vak. Er komen weer 3 vragen, alleen voor de blauwe tribune. De eerste. Het woord senaat is afgeleid van het Latijnse senex. Wat betekent dit? A. Oude man. B. Wijze raad. Of C. Goed verstand. De tijd loopt. Oude man, wijze raad of goed verstand. Nou was de senaat natuurlijk een groep wijze oude mannen. Het had van alles kunnen zijn, maar het goede antwoord is... Oude man, antwoord A. En ik ben benieuwd, welk vak staat aan kop? Laat het maar zien. Dat is vak 7 met 5 punten. Bijna iedereen had het fout. We gaan kijken naar een fragment. Een tijdje geleden ging mijn absolute lievelingscollega Monique van de Ven voor de inentingscampagne van UNICEF naar Madagaskar. Met een simpele prik kunnen kinderen beschermd worden tegen ziektes als mazelen, kinkhoest, polio en difterie. Toch sterven er in ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen kinderen omdat ze geen prik hebben gekregen. Dat vindt UNICEF onaanvaardbaar. En daarom voert zij wereldwijd strijd tegen kindersterfte. Zoals hier op Madagaskar, waar in 3 weken tijd maar liefst 7,5 miljoen kinderen een prik kregen tegen de mazelen. En de vraag is...
Welke dieren werden in de middeleeuwen veelvuldig op zieke mensen losgelaten? A. Slangen. B. Bloedzuigers. Of C. Bijen. Gaat uw gang. Slangen, bloedzuigers of bijen? Het alle drie niet echt lekker, eerlijk gezegd. En het goede antwoord is... bloedzuigers. Antwoord B. Nou, dat is makkelijk, hè? Volgens mij hebben veel mensen dit goed. Voor aderlatingen werden die gebruikt. We gaan kijken welk vak gaat aan de leiding na deze tweede vraag. Nog steeds vak 7. Maar vak 6 en vak 8 zitten er heel dichtbij. De laatste vraag. En dan weten we wat het winnende vak van de avond is. Daar komt-ie. Welke naamval volgt op het voorzetsel ohne in het Duits? A. De tweede naamval. B. De derde naamval. Of C. De vierde naamval. De tijd loopt. Gaat uw gang. Had je nou maar opgelet bij Duitse les? Durchfuhr un, ohne un, bis, gegen, entlang, wieder, nog wat. En dat heeft de vierde naamval. Antwoord C. Na de vorige vraag stond vak 7 aan de leiding. Is vak 7 het winnende vak van vanavond of is het een heel ander vak van de blauwe tribune? Het is vak 8 met 88 punten. Niet te geloven. Nog geen 10 minuten onderweg en er zijn al 450 mensen afgevallen. Alleen vak 8 is nog over en wij gaan op zoek naar de 25 beste kandidaat. En de vraag is, zitten die in blok A of in blok B? Drie nieuwe vragen voor vak 8. Hier is de eerste. In welk land ligt de K2, de op één na hoogste berg van de wereld? A. In Pakistan. B. In Kenia. Of C. In Nepal. De tijd loopt. In welk land ligt de K2? Kijk, K3 en België weet iedereen, maar de K2, waar ligt die? Die ligt in Pakistan. Antwoord A. En dat hadden er volgens mij niet zoveel goed. We gaan kijken, welk blok staat aan de leiding? Een gelijke stand, 1-1. En we gaan snel naar vraag 2. Let goed op, daar komt-ie. Wat was de eerste tekenfilm van Walt Disney met de lengte van een speelfilm? Was dat A. Sneeuwwitje, B. Pinocchio of C. Fantasia? Gaat uw gang. Sneeuwwitje, Pinocchio of Fantasia? A, B of C? De tijd is om en het goede antwoord is... Sneeuwwitje, antwoord A. En zo te horen hebben veel mensen dat goed. Laat de stand maar zien. Welk blok gaat aan de leiding? Dat is blok A met 25 punten. 22 voor blok B. En dan nu de laatste vraag. De vraag die gaat beslissen met welk blok we de volgende ronde ingaan. Laten we maar zien. De beslissende. Hoe heet het als acteurs onderling een snelle tekstrepetitie houden? A. Een Italiaantje. B. Een Chineesje. Of C. Een Amerikaantje. Gaat u gang. Een Italiaantje A, een Chineesje B of C, een Amerikaantje. Nou, dat zal ik niet weten. Als je dat even snel met elkaar oefent, die teksten, dan noem je dat een Italiaantje doen. Antwoord A. En het was blok A met de meeste punten, maar is blok A van vak 8 ook het winnende blok van vanavond? Laat het maar zien. Het is nu definitief blok A met 37 punten. Heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinale. Maar gelukkig is er nog een sprankje hoop voor de 475 kandidaten die het niet gehaald hebben in de vorm van de kansgenerator en de warme stem van Wim van Putten. We hebben nog een 26e speler nodig. Daar gaat hij. Hadi Linda. Eens even kijken waar onze kansgenerator vanavond weer terecht komt. Misschien wel bij u, je weet het niet, hè? In ieder geval zit hij al in vak nummer 9. Hij gaat nu op zoek naar het goede blok. Het wordt blok A. Waar zit onze nieuwe kandidaat? Op stoelnummer? Op stoelnummer 19. Sissy Maas uit Helmond. Gefeliciteerd. Ik vind het altijd zo
zo leuk. Die mevrouw heeft nog niks gewonnen. En ze is nu al blij. Even voor de duidelijkheid, mevrouw. U heeft het recht om mee te spelen. Maar ik wil er even bij vermelden dat u een kans heeft van amper 4% om de finale te halen. U mag ook besluiten om lekker te blijven zitten. En in dat geval krijgt u deze prijs. Wat je van de Sint niet krijgt, kun je nu zelf gaan kopen. In het oudste warenhuis van Nederland. Met deze creditcard van maar liefst 10.000 euro. Normaal gesproken denk je nou, voor een staafmixer hoef ik zo'n vraag niet te stellen. Maar het zijn best dure tijden. December, wat gaat u doen? Gaat u lekker winkelen of gaat u meespelen? Ik kies voor de check. Echt waar? Ja. U gaat shoppen. Gefeliciteerd. Het is u gegund. Ik snap het best hoor. Hebben is hebben. Heel veel plezier ermee mevrouw. En laat die creditcard maar lekker gloeien. Wij gaan een nieuwe kandidaat trekken die natuurlijk geen keuze meer heeft. Die moet gewoon meespelen, want we blijven niet aan de gang. Daar gaat hij. Zeker Linda. Maar die maakt mooi kans op 5 miljoen van die keiharde euro's. Je zult het toch winnen. Wat zou u er nou mee doen met 5 miljoen? U in vak nummer 2 en in blok B, maar op welke stoel? Op stoel nummer, daar komt-ie. Op stoel nummer 11, George Slieker uit Koganezaan. George, gefeliciteerd. Helemaal in de war. En willen winnen is best een beetje besmettelijk. Ik kan me voorstellen dat u thuis aangestoken bent en zin heeft in die 10.000 euro die er zo meteen uitgaat. Het kan nog heel even. Het kost 75 eurocent per gesprek en het nummer is 0909-0325. En daar staan ze. 26 mensen die hier hun 15 minutes of fame gaan krijgen. Want wat er ook gebeurt, u bent allemaal in beeld. Dus leuk lachen in elk geval. Het is een redelijk meedogenloos spelletje, omdat slechts 2 spelers van de 26 het gaan overleven. De regels zijn denk ik wel bekend. We gaan meteen beginnen. Handen aan de knoppen, want tijd is in geval van gelijke stand doorslaggevend. Veel sterkte. Hier komt jullie eerste vraag. Hoe noemen de inwoners van Myra, waar Sint Nicolaas ooit bisschop was, de goedheiligman? A. Vadertje Kerst of B. Vadertje Tijd? Gaat de gang. Hoe noemt men in Myra Sint Nicolaas? Die noemen ze Vadertje Kerst. Gek, hè? Noël Baba is dat in de Turks. Antwoord A is het goede antwoord. En aan jullie gezichten te zien, hebben jullie het fout of niet? Laat maar zien. Wie heeft het goed, wie heeft het fout? Ja, er zijn maar 6 goeie en dat betekent dat die 6 mensen 20 punten verdiend hebben. En een flinke voorsprong hebben op dit moment. Als je nou kunt kiezen tussen hout uit beschermde en hout uit niet beschermde bossen, dan moet die keuze toch niet zo heel erg moeilijk zijn? Stichting Doen zet zich in voor een leefbare wereld. Met geld van de Nationale Postcode Loterij geeft zij financiële ondersteuning aan initiatieven op het gebied van mens en natuur. Zo stimuleert zij het gebruik van FSC-hout. Dit is hout uit goed beheerde en beschermde bossen. In deze bossen is er oog voor natuur en milieu en is de samenwerking met de lokale bevolking goed geregeld. Stichting Doen bevordert bovendien het gebruik van FSC-hout in de bouw in Nederland. Goed, de vraag die bij dit fragment hoort luidt. Is de hoeveelheid bos in Nederland in de periode 1900 tot 2000 toegenomen of afgenomen? A. Toegenomen. B. Afgenomen. De tijd loopt. Gaat uw gang. Is de hoeveelheid bos de afgelopen 100 jaar toegenomen of afgenomen? Het enige juiste antwoord is A. Het is toegenomen. Wat overigens niet wil zeggen, dames en heren, dat het zo vreselijk goed gaat met de bossen in Nederland. Maar tot 1900 werd er alleen maar gekapt. En tegenwoordig wordt er zo nu en dan ook wat herplant. Dus vandaar dat het ietsje beter gaat dan toen. Maar nog steeds niet goed. Laten we gaan kijken wie dit goed beantwoord hebben. Laat maar zien. 17 maar liefst. 9 fouten. 17 mensen hebben 9 punten gescoord. En we kijken even naar de stand. En ik zie tot mijn verrassing dat we 2 dames bij de eerste 2 plaatsen hebben. Dat is Anneke met nummer 4.
Je stond al zo te stralen. Ja. Wist je dat van die bos of heb je gewoon maar een beetje een gokje gedaan? Ik dacht dat ik het een keer gelezen had, maar ja, ik denk, ik kies iets geks. Waar kom je vandaan, Hanneke? Boskoop. Uit Boskoop. Ja. Nou, wat toevallig. We moeten wel iets weten daar. Vraag over het bos uit Boskoop. We hebben nog Marjan met nummer 21. Dat is die mevrouw in het groen. Hallo, die Hallo. Staat op de tweede plaats. Spannend, hè? Heel spannend. Misschien wel vanavond om 5 miljoen euro spelen. Maar zover zijn we nog niet, want we gaan naar de derde vraag. Daar komt ie. Van welk kinderboek werd dit jaar een Latijnse versie op de markt gebracht? A. Nijntje aan zee. Of B. Kikker is verliefd. Gaat uw gang. Nijntje aan zee of Kikker is verliefd. De vertaling is Miffa ad Mare. En het goede antwoord is dus Nijntje aan zee, antwoord A. En we gaan meteen kijken wie dat goed beantwoord hebben. Laten we maar zien. Dat zijn er 15. 11 fouten, 15 mensen krijgen 11 punten. En even snel, we hebben twee nieuwe dames. Het zijn wel de dames die het heel goed doen. Els met nummer 16. Die mevrouw linksboven, waar komt u vandaan? Maarsen. Oh, niet aan zee dus. Niet aan zee. Nee. En Henny met nummer... Ach, het is een meneer. Het is geen vrouwelijke Henny. Het is een mannelijke Henny. Goed, we gaan verder. We hebben even een kleine time-out voor jullie. Je mag even ontspannen om straks ook echt genadeloos te kunnen toeslaan. Want ik heb nu een enorme behoefte om even voor Sinterklaas te spelen. Wie van u wil er wel 10.000 euro in zijn schoen? Iedereen wel? Nou, dan wordt het lastig. Dan neem ik toch maar de kansgenerator. Wim, vertel het maar. Wie krijgt ze? Wat een boel geld. Wat een grappig idee. In deze maand valt dat reuze mee. Het kan je vanavond echt gebeuren, want Linda loopt er gewoon mee te leuren. Ja, Jack Aalst, jij hebt 10.000 euro in je portemonnee. En dat is een heleboel. En 7 is het nummer van je stoel. Jack Aalst. Op stoel nummer 7. Altijd leuk om te zien hoe iemand echt zo'n gat in de lucht springt. Jammer natuurlijk dat we de reactie van de thuiswinnaar niet zien. 10.000 euro is gewonnen door degene die het nummer 7 kreeg toegewezen aan de telefoon. En de naam verschijnt nu in beeld. Mocht u ook een gokje willen wagen, maar eerst even willen weten hoe het nou allemaal werkt, dan kunt u kijken op teletextpagina 230. En voor degene die liever meteen bellen is hier het nummer 09090345 voor weer 10.000 euro. En wij gaan naar vraag 4 en die heeft 4 antwoordmogelijkheden. Het wordt lastiger, daar gaan we. Hoe heet het paard van Sinterklaas? A. Witje. B. Rossinante. C. Amerigo. Of D. Vespucci. De tijd loopt. Hoe heet het paard van Sinterklaas? Hoe heet het goede beest? Die heet Amerigo. Antwoord C is het goede antwoord. En dat wisten we toch allemaal, of niet? Laat eens zien. Nee, niet allemaal hoor. 22 goed. 4 fouten. 22 mensen die 4 punten gescoord hebben. En we gaan meteen naar de 5e vraag. Daar komt ie. Wat is de giftige fugu? Fugu? Waar Japanners maar liefst $200 per bord voor willen betalen. Dat is A. Een paddenstoel. B. Een zeewiersoort. C. Een slang. Of D. Een vis. De tijd loopt. Is de paddenstoel een zeewiersoort, een slang of een vis? Het kost $200 per bord. Moet wel heel lekker zijn. Het is een vis. Antwoord D. Het is een kogelvis die genoeg gif in zich heeft om 30 volwassenen te doden. Alleen speciale koks mogen hem bereiden, maar ondanks dat gaat het nog regelmatig mis in Japan met die fugu. Het interesseert jullie allemaal niks. Jullie willen gewoon weten wie het goed heeft en wie het fout heeft. We gaan kijken. 13-13, precies gelijk. 13 mensen scoren 13 punten. En voordat we naar de laatste vraag gaan, wil ik even zien wie er bovenaan staan. Anneke met nummer 4 nu op 1. En Marjan met nummer 21 met de groene trui daarboven op nummer 2. Spannend, dames. Jullie worden op de voet gevolgd door Els met 44 punten. De laatste vraag gaat alles beslissen. Die moet je goed hebben. Dan sta ik misschien straks met jullie in de halve finale. Daar komt-ie. Laatste vraag.
Hoe heet de dochter van actrice Gwyneth Paltrow en Chris Martin die afgelopen mei geboren is? A. Peach, B. Apple, C. Grape of D. Berry? De tijd loopt. Dit is een fruitsoort in elk geval. Peach, Apple, Grape of Berry? Ik vind dat mensen de laatste tijd toch de idiootste namen voor hun kinderen bedenken. Gwyneth heeft haar dochter Apple genoemd. Antwoord B. Dankjewel, mam. Apple Paltrow, hoe maakt u het? We gaan kijken, wie hebben dit goed? 8 maar, 18 fouten maar liefst. En dat betekent 8 mensen die 18 punten scoren. En toch nog 2 winnaressen en dat zijn Marianne en Els. Van harte gefeliciteerd, 2 vrouwen, leuk. Nou, een beetje bijgekomen van de schrik, hoop ik, staan hier de 2 kandidaten die met 1 been in de finale staan. We gaan even kort kennis maken met jullie. Marianne, vertel even, waar kom je vandaan? Getrouwd, kinderen? Ja, ik kom uit Raalte en ik ben getrouwd met Ron, die zit ook in de zaal. Ja. We hebben 2 kinderen van 9 en 10. En wat doe je? Ik ben managementassistent in een verpleeghuis. Je werkt in een verpleeghuis? Ja. En jij, Els? Ik ben Els, ik kom uit Maarsen. Ja? Ik woon alleen en werk als secretaresse. Als secretaresse. In wat voor bedrijf? Een dienstverlenend bedrijf. Een dienstverlenend bedrijf. En je bent hartstikke zenuwachtig. Nu wel. Ik ben de hele tijd niet zenuwachtig geweest, maar nu komt het. En ineens het. Slaat het nu toe. Komt het komt niet door mij, hoop ik. Nee hoor. Oké, goed zo. Nou, ik ga me niet te veel aan jullie hechten. Want een van jullie zal binnen enkele minuten het strijdveld alweer moeten verlaten. Dat klinkt misschien onvriendelijk als je zo ver bent gekomen. Maar ik wil gewoon geen valse hoop geven. Eén van jullie moet eruit. En als het niet vrijwillig gaat, dan moet het helaas onvrijwillig. In de grote gouden koffer die daar op het podium draait, zit een prachtige prijs. Als je bereid bent op te stappen, is hij voor jou. Blijven jullie echter allebei stoïcijn staan, dan moet ik een beslissingsvraag stellen. En in dat geval gaat één van jullie beiden met helemaal niks naar huis. Ja? Is het duidelijk? Ik maak het er niet makkelijker op, geloof ik. Hè? Ik kan niks voor jullie doen. Het enige wat ik kan doen is de tijd vol kletsen tot die lamp groen wordt. Maar je moet zelf beslissen. Wil je per se naar de finale? Niet drukken. Heb je zoiets van, ik vind het allemaal doodeng. Slaap die knop, pak die prijs. Maar het gaat om 5 miljoen euro. Zo'n kans krijg je nooit meer. Hij is nog steeds rood. Kijk naar de lamp, want als hij groen wordt, dan mag je dus drukken, hè? Dan mag je op die knop slaan. Als je wil. Nu nog kan dat niet meer. Wauw. 2 heldinnen vanavond. En gelijk hebben jullie, hoor. Ik zou ook nooit van mijn leven opgeven als ik zo ver gekomen ben. Maar ik moet erbij zeggen, jullie lopen nu dus echt het risico dat jullie met helemaal niets naar huis gaan. Terwijl jullie dit zo mee hadden mogen nemen. Wie heeft er een cruise op zijn verlanglijstje staan? Jij en je partner vliegen business class en hoppen daarna met Odysseus, onder andere van Tahiti naar Bora Bora. Het badgoed gaat mee in de koffieset van Gabol. Vergeet het. Niet meer aan denken. Ja. In de zaal wordt het al rumoerig. Ze kennen het klappen van de zweep. Wie Wim mag zijn snorkel van zolder gaan halen? Ja, pak de hele handen maar vast in hoor. Want binnenkort lig jij, enorme mazzelaar, op een tropisch strand. Jij zit in ieder geval in vak nummer 5. Maar in welk blok? In blok A zit je. En op welke stoel? Op stoel nummer 2. Dag Jan, Jan Dekkers uit Galder. Oh, meneer Dekkers. Jeetje. Meneer Dekkers, u gaat naar Tahiti en Bora Bora. Hoe vindt u dat? Heerlijk. Met wie gaat u? Ik ga natuurlijk met mijn vrouw. Gezellig, met z'n tweetjes. Ja, met z'n tweeën. Een soort verlaten huwelijksreis nog. Nou, misschien wel, ja. Hoe lang zijn jullie bij elkaar? Wij zijn 42 jaar bij elkaar. Zo, nou dat hebben jullie wel verdiend. Heel veel plezier. Dat dacht ik ook. Goed. En dan nu het moment van de waarheid.
voor Els en Marianne. De inschattingsvraag. Zodra ik de vraag gesteld heb, mag je drukken op de knop voor je. Meteen antwoord geven dan. Is het antwoord goed, dan ben je finalist. Is het fout, dan mag de tegenstander nog kiezen uit de andere twee mogelijkheden. Is dat goed, dan is die ander finalist. En is dat fout, dan heb je het alsnog gewonnen. Begrijpen jullie me? Of ja? Ja. Oké, dan wens ik jou Marianne en jou Els heel veel sterkte en wijsheid. Ja, dankjewel. Hier komt de vraag. Hoeveel water verbruikt de gemiddelde Nederlander per douchebeurt? A. Circa 40 liter, B. Circa 80 liter of C. Circa 120 liter. Marianne heeft als eerste gedrukt. Wat is je antwoord? B. B. Circa 80 liter. Als dat goed is, Marianne, ben jij de finaliste vanavond. Als het fout is, dan mag jij, Els, kiezen uit antwoord A of antwoord C. En ook daar zou je nog een fout kunnen maken. Maar misschien is antwoord B wel het goede antwoord. We duimen voor je. Antwoord B, circa 80 liter. Is dat correct? Dames en heren, niet voorzeggen, want u weet het ook niet zeker. En u wilt het niet op uw geweten hebben dat Els nu een verkeerde beslissing neemt. Je hebt de keuze uit A, circa 40 liter of C, circa 120 liter. Als het goed is, win jij. Is het fout, wint Marianne alsnog. Wat is jouw antwoord, Els? Ik ga een beetje op mezelf af. Ik hou ervan om lang te douchen, dus ik gok op C. Je gokt op antwoord C. 120 liter. Als antwoord C goed is, gaan wij naar de finale. Is het fout, sta jij naast me met de gouden koffer in de hand. We gaan jullie nu verlossen. Wat is het goede antwoord? Ah, de winnares van vanavond is Marianne. Ik ben ook zo'n lang doucher. Ja, oh jammer. Ik sta ook wel 10 minuten, dus ik zou ook denken 40 liter, dat haal je toch niet? Ja. Maar dat is echt het gemiddelde. Ja. Wat vervelend. Is niet het enige wat we je aan kunnen bieden is dat je straks wel zo'n gouden koffer krijgt. Ja. En dan gaan we heel hard voor je duimen dat je raadt wat erin zit. Dankjewel. En we bedanken je heel erg voor het meedoen. Ze was onwijs sportief. Dames en heren, Els. Dankjewel. Tot ziens. Kom even bij me, Marianne. Kom even hier staan. Marianne is de finaliste van vanavond. En ga vast in je hoofd al je geluksgetallen af, want ik ga ze straks vragen. En dan zeg ik nog even snel tegen de mensen thuis dat ze nog een paar minuten de tijd hebben om te bellen voor de 10.000 euro 0909-0345. Bij Marianne ligt nu echt een enorme verantwoordelijkheid, want de koffer die zij gaat kiezen is niet alleen bepalend voor het verloop van de finale, ook bepalend voor een thuiswinnaar en voor alle mensen met dezelfde postcode als Marianne. Maar daar moet je je helemaal niks van aantrekken. Jij moet gewoon die ene nemen die goed voelt. Kom, we gaan naar de meisjes. Identieke koffers, zo aan de buitenkant. Maar van binnen varieert de inhoud nogal. Van 1 eurocent tot 5 miljoen euro. En jij staat voor de moeilijke keuze, Marianne, om daar in de blind één koffertje uit te kiezen. Zijn er getallen waar je wat mee hebt? Ja, er zijn twee getallen waar ik wat mee heb. 7 is altijd mijn geluksgetal. Ja. Maar 10 is de leeftijd van mijn dochter. En ik heb haar beloofd dat mochten we ooit een keer een prijs winnen, dan krijgt zij een pony. Dus ja. Voor dit geval neem ik 10. Dus je neemt niet nummer 7, je geluksgetal, je neemt nummer 10 voor je dochter. Ja, dat moet worden. Want er moet een pony voor je dochter gewonnen worden. Ja, zeker weten? Ja, zeker weten. Je wilt niet meer ruilen, we nemen koffer 10. Nee. Waar is koffertje nummer 10? Die is hier aan mijn kant, dankjewel. Kijk eens dat hij je maar heel veel geluk mag brengen, Marianne. Ja, dankjewel. Heel veel geld in zit. Koffer nummer 10 is het geworden. En dat is niet alleen voor jou een heel belangrijk nummer. Maar voor alle mensen die thuis meespelen met nummer 10. Die dingen allemaal mee naar de hoofdprijs. Net als de mensen die dezelfde postcode hebben als Marianne. Heb je een goede verstandhouding met je buren?
Ja, heel goed. En weet je of ze lid zijn van de Postcode Loterij? Een aantal volgens mij wel, ja. Nou, die zijn ook heel nerveus, denk ik, als jij straks in die finale staat. Want je mag dus in jouw buurt dat bedrag nog een keer gaan verdelen. Ja. We hebben al uitgevist, er zijn 11 mensen bij jou in de buurt die lid zijn. En het gaat om 16 loten, dus als jij heel veel geld verdient, dan mag je lekkere vette checks uit gaan delen bij jou in de buurt. Leuk. Op dit moment weet nog niemand waar Winston vanavond met zijn koffertje heen moet voor de thuiswinnaar. Maar onze notaris Massini die gaat nu de trekking verrichten. Zo is het toch, meneer Massini? Ja, inderdaad. Ik ga nu via de computer de gelukkige trekken die hetzelfde bedrag krijgt als onze finalisten hier. Maar dat houden we natuurlijk geheim tot het einde van de uitzending. Bovendien trek ik nog de winnaars voor de 50 extra prijzen. En de namen van die mensen staan morgen op internet. Precies, dat kunnen we morgen op internet zien. Nou, Marjan gaat zich mentaal voorbereiden op het spelletje Deal of Geen Deal. De straatprijs kunt u deze week op internet zien, omdat wij in deze uitzending tijd besteden aan het werk van Prins Bernhard. Hij is intensief betrokken geweest bij de Peace Park Foundation. En dat is een organisatie die zich inzet voor grensoverschrijdende natuurparken. En de opening van dat eerste Peace Park was heel indrukwekkend. Het is de eerste grote aandachttrekkende gebeuren van wat de Peace Park Foundation in deze wereld probeert te doen. Twee parken, mensen die niet met elkaar spraken en een park leeg geplunderd. Omdat een echt park te maken is toch iets wat uniek is, kan je zeggen. Prins Bernhard en de Peace Parks Foundation hebben zich onder andere ingezet voor de grote olifantenverplaatsing van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark naar het Gaza-park in Mozambique. Er waren te veel olifanten in het Krugerpark en door de dieren op grote schaal over te brengen naar een nieuw leefgebied hoefden ze niet te worden afgeschoten. Nu hebben we de olifanten in Mozambique kunnen zien, tenminste een aantal daarvan. En dat maakt weer een heleboel goed. Wij kunnen meer gebieden echt veilig stellen. We kunnen de overheid die twee parken apart hebben terugbrengen. We kunnen daardoor wat meer doen aan de infrastructuur en aan ook... Dat is weer een andere organisatie. Dieren die er altijd waren, maar niet meer zijn, weer binnenbrengen. En dan door het ecotourisme in al deze parken te verhogen, kunnen we meer bewustzijn in de wereld brengen van dat dit niet alleen in de parken, maar ook daarbuiten nodig is. Ja. Voordat wij nu echt naar de finale gaan, gaat nog iemand 10.000 euro winnen. Allereerst in de zaal en daarna thuis. Dus Wim, vertel het maar. Ja, dat bedrag halen we nog even helemaal onderuit de zak van Sinterklaas. En waar komen die 10.000 Pietermannen terecht? We weten het zo. Bij Tera Dinjens uit IJsden op stoel nummer 20. Daar! Gefeliciteerd! Goed. Als uw naam nu in beeld verschijnt, bent u de winnaar van het belspel en krijgt u ook 10.000 euro op uw rekening. Van harte gefeliciteerd. En u ziet het, het kan maar zo gebeuren dat je met één telefoontje 10.000 euro in de wacht sleept. We doen het nog één keer vanavond en daarvoor is het nummer 09090355. Zo, en vanaf nu krijgt Marjan alle aandacht, want we gaan de finale spelen. Ik denk dat alle mensen die bij jou in de buurt wonen toch wel even exact willen weten wat voor postcode jij hebt. Wat is je postcode? 8103CG. 8103CG. Als u die postcode ook heeft en u bent lid van de Postcode Loterij, kunt u heel veel geld winnen. Want dat geld wat jij gaat winnen wordt nog eens verdeeld onder al die mensen met dezelfde postcode. Maar goed, het gaat eerst om jou. Want jij moet er zoveel mogelijk geld uit zien te slepen. Heb je nou nog heel even overwogen om stiekem op die knop te drukken toen je tegenover El stond?
Ja, in eerste instantie, ik had afgesproken met mijn man dat als ik zover zou komen, zou ik op de knop drukken. Dat had je met Ron, heette je? Ja, ik had met je man Ron afgesproken. Waarom, dat ik Ron? Moest ze drukken van jou? Vond je dat een beter idee? Zoveel pakken wat je pakken kan? Ik vond het een beter idee, ja. Maar ze luistert niet naar je? Nee, ze luistert niet. Dan ze deed het dat mooi is het niet, hè? Hoe lang zijn jullie bij elkaar? 18 jaar. 18 jaar, waar ken je hem van? Ik heb hem leren kennen in een dancing. Wat lekker ouderwets. Ja, echt hè? Tijdens het dansen verliefd geworden en twee kinderen gekregen? Ja. Een jongen en een meisje? Ja. En wat hebben jullie voor financiële wensen? Wat zou je nou doen als je hartstikke veel geld wint bij ons? Nou, in eerste instantie heb ik mijn dochter dus een pony beloofd. Ja. Ja, en ten tweede zou het heel mooi zijn als we een huis buitenaf zouden kunnen kopen. En dan, waar de pony dus voor de erbij, pony. Hè? Ja. Een huis voor de pony, zeg maar. Eigenlijk. Nou ja, en voor ons. Ik rijd zelf ook paard, dus ik vind het zelf ook heel erg een leuk. Een klein boerderijtje. Een klein boerderijtje, ja. Daar droom je van. Ja. Ja. Het zou kunnen. Het zou kunnen, als de 5 miljoen in koffer 10 zit, dan zou het maar zo kunnen. Maar dan moet je wel durven door te spelen. Ik weet niet of ze naar je gaat luisteren, Ron, maar we gaan toch af en toe je advies vragen. En u kunt geld winnen als u raadt wat er in de koffertjes zit. Heel veel succes allemaal. We gaan allereerst 6 koffers openmaken. We gaan beginnen, Marjan. Zeg het maar. Welke nemen? Koffer 11. Mevrouw 11, eerst zeggen wat u denkt dat erin zit, anders krijgt u niks. 10.000. U denkt 10.000 euro. 26.000 euro als het goed is. Maak maar open. En het is 100 euro. Net niet goed. De volgende. Nummer 13. Het ongeluksgetal. Meneer 13, wat zit er in uw koffer? 7.500 euro. 7.500. Gaat uw gang. 25.000 euro als dat correct is. 10 euro. Je gaat lekker. Ja, gaat goed. Je gaat goed. Koffer 3. Nummer 5. Dat is een mevrouw, vooraan. Eerst even zeggen wat er is, anders is het niet eerlijk. 75.000 euro. 75.000 euro in koffer 5. En dat is... Ja! Oh! Oh! Mijn mond valt open! U schrikt ervan, hè? Weet u wat u gewonnen heeft? 24.000 euro. Gefeliciteerd. Gaat het wel? Ik geloof dat we even een glaasje water van mevrouw 5 moeten halen. Heel veel plezier met uw prijs. En jij moet nog 3 koffers openmaken. 17. Meneer 17, wat zit erin? Ik denk 7.500 euro. 7.500, gaat u gang. En het is... Oh. Oh. 20 euro. Kunt u hem even omhoog houden? Oh. Het hengsel is eraf. Dank u wel. Nog 2 koffers. Nummer 1. Nummer 1. Ach, dat is onze Els. Els, ik duim voor je hoor. Doe een goede gok. Kom op. Oké, 5.000 euro. 5.000 euro. Alsjeblieft, alsjeblieft. Voor Els 22.000 euro. En het is... Oh, Els had 400.000 euro op de schoot. Oei. Jammer, Els. Geeft u er nog een applausje, Els, dames en heren. En nog eentje voor jou. En dan heb je de eerste ronde gehad. Welke neem? Nummer 16. Nummer 16. Mevrouw, wat zit er in de koffer? 5.000. 5.000 euro. 21.000 euro als het goed is. Maak hem maar open. En het is niet goed. 1.000 euro, maar wel een hele goede voor jou. Uitstekende ronde. Kijk eens even. Ze doet het goed erom. Mag rustig trots op je zijn. Je ziet er ook zo mooi uit alsof je erop gerekend hebt dat je hier zou staan vanavond. Ja, nee, totaal niet dus. En je dacht, ik ga gezellig een avondje uit. Ja, precies. Het wordt een heel leuk avondje uit, ja. Want de bank heeft het eerste bod inmiddels klaar. En we gaan meteen kijken, dat is 24.000 euro. Hetzelfde wat mevrouw 5 gewonnen heeft. Gaan we niet doen, toch? Nee, gaan we niet doen. Doen we niet, hè? Ron, geen deal. We gaan door. We gaan 5 koffers openmaken. En jij mag zeggen welke. Toch? Ja. Oké. Okay. Even kijken hoor. Nummer 3. Nummer 3. Mevrouw, eerst even zeggen wat erin zit. Oh, ja. 50.000 euro. 50.000 euro. Ik hoop het voor u. En het is fout. 5. Goed. Goed joh. Nog 4. Nog 4. Je gaat geweldig joh. Nummer 19.
Nummer 19, meneer met de gele trui. 2 ton. 2 ton? Zo, dat is niet misselijk. In koffer 19, 2 ton. Ai. Dat is jammer. Is jammer. De eerste jammer. Met 6 nullen, dat is jammer. Gewoon doorgaan. Nog 3. 24. Nummer 24. Meneer, eerst even zeggen. Ik ga voor de 500.000. 500.000. 500.000. Nou, vooruit. 500.000. Voor 18.000 euro. Het is maar 10. Het zijn er maar 10. Nog 2. Nog 2. Welke nemen we? 15. 15. Daar de hoek. 1 euro. 1 euro. Dat hoop ik voor u. En ik hoop het ook voor Marjan. 1 euro, 1 euro. Oh, nog minder. Ah. Jeetje. Nog eentje, nou, Marjan. Die gaat 1. Hartstikke goed, joh. Nog 1. 22. Nummer 22. Dat bent u, mevrouw. Wat zit 500. Erin? 500 euro. 500 euro. In koffer 22. Voor 16.000 euro. Oh, daar zat dat 500.000. Waar net iemand het over had. Maar de 5 miljoen was veel erger geweest. Ja, precies. Want die zit er nog in en de 2,5 miljoen zit er nog in. En er zijn nog maar 15 koffers open. Dus het gaat goed. Er zijn nog maar 15 koffers dicht, moet ik zeggen. Want je hebt er 11 opengemaakt. Het vorige bod was 24.000 euro. Daar gaan ze zeker overheen nu. Want die 2 hoge bedragen zitten er nog in. En dat zijn de belangrijkste. We gaan kijken. Is de bank al zover? Nee, ze rekenen nog even. Wat denk je, Ron? Doe eens een gokje. 40? Ja, 45. Jij gokt op 45. Laat het maar meteen zien. Is het 45? Veel meer. 58.000 euro. Daar kan je een leuke pony van kopen, hoor. Ja. 58.000 euro. Wat vindt u? Even voor de duidelijkheid. Als het doorgaat... moet ze 4 koffers openmaken, Marjan. 4. Als je de 2 hoogste bedragen pakt, dan... ja. Maar als je ze laat zitten, kan het nog veel meer geld worden, hè? Ja. Wat gaan we doen? We gaan ook door. We gaan door. Ja. Geen deal. 4 koffers open. En aangezien jij alles bepaalt, mag jij zeggen welke we nu als eerste open gaan maken. Zeg maar. Neem maar goeie, hè? 9. Concentreer. Mevrouw 9, wat zit er in uw koffer? 500 euro. Dat hoop ik toch zo. Voor u en voor Marjan, maak hem maar open. 500 euro in koffer 9. 50.000. Dat geeft niet. Is niet erg. Nog 3. Hou vol. 6. Mevrouw 6. Ik denk 100.000. Zou kunnen. 100.000. In koffer 6. 25.000. Gaat goed. Nog 2. Nog 2. 20. Meneer 20? 100.000. 100.000 voor 13.000 euro, want er zijn nog 13 koffers in het spel. 1 euro! Dat is goed, man! Eentje. Ja. Eentje maar. Eentje. Hele goeie, hè? Ja. Want als nu allebei die miljoenen blijven zitten, nou, ja, dan wordt het heel leuk. Nummer 8. Nummer 8. Mevrouw 8, wat zit er in de koffer? 5.000 euro. 5.000 euro. U krijgt 12.000 als het goed is. En ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Ja! Woe! 12.000 euro van mevrouw 8. Ze liet zich even influisteren wat ze nou gewonnen had, volgens mij. 12.000 euro, lekker hè? Heerlijk. In december kan je altijd goed gebruiken. Veel plezier ermee. En zij is ook blij. Want wat een wereldronde. Kijk even, 11 koffers in het spel. Er zitten nog 1, 2, 3, 4, 5 hoge bedragen in. Waarvan 2... gigantisch. Onvoorstelbare bedragen eigenlijk. 11 koffers. 2 daarvan zijn miljoenen bedragen. Dat betekent dat je een kans van bijna 20% hebt... dat in dat geluksgetal van jouw dochter, koffer nummer 10... iets met 6 nullen zit, Ron. Realiseer je dat een beetje? Ja. Of gaat het allemaal een klein beetje aan je voorbij? Een beetje wel, ja. Ja. Jij moet de video terugspoelen om te kijken wat er allemaal gebeurd is vanavond. We hadden een bod van 58.000 euro. En dat is nu veel meer. Let maar op. Zo. Dat zijn serieuze bedragen. Ja, echt wel. En ik snap het ook wel, want zoals ik zei... de kans dat er in jouw koffer...
2,5 miljoen zit of 5 miljoen zit, is helemaal niet zo gek klein. Je hebt twee keer een kans van bijna 10% dat dat erin zit. Dus eigenlijk is dit wel een heel reëel bod. Als je zegt, ik durf het aan, ik ga nou echt eens een keer gek doen, ik ga echt voor het grote geld, moet je 3 koffers openmaken. Er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5 hoge bedragen. Als je 3 koffers openmaakt en je houdt er 5 miljoen erin, gaat het nog omhoog. Ja. Hij zegt gokken. Nou ja, vorige keer luisterde hij ook niet naar. Nee. Zeg jij ook gokken? Ja. We gaan gokken? Ja, we gaan gokken. We gaan er drie. Oh. Kom erbij bestaan hoor. Ik hou hiervan, hè. Want je zegt gewoon nee tegen 211.000 euro. Toen je hier binnenkwam, had je meteen je handtekening gezet. Ja, denk het wel. En nu denk je, ja, maar misschien zit er wel gewoon 5 miljoen in mijn kofferteam. Zou toch kunnen? Ja. Het is nog nooit gebeurd, maar dat moet toch een keer gebeuren? Ja, het moet een keer gebeuren. Oké, ze zegt nee tegen 211.000 euro. Dat betekent, je moet 3 koffers openmaken. Doe me een lol en laat die miljoenen nou even zitten. Dan gaan we echt lachen vanavond. Ja, klopt. Welke nee? Koffer 2. Meneer 2, wat zit erin? 200.000. U zegt? 200.000. 200.000. 11.000 euro. Ik hoop het. Oh, wat goed! Welke doen we? Even kijken. Gaaf, 2.500. 23. 23. Dat bent... Wie heeft de 23? Die... Ah, dat bent u, meneer. Ja. 2,5 miljoen. Echt, denkt u dat? Oh, heeft u echt dat gevoel? Dat weet ik niet. U dacht, ik maak ze even lekker nerveus. Ja. Nou, ik denk het mooi niet dat er 2,5 miljoen in zit. Laat het maar zien. Wat zit erin? Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Oh! Oh. Het was nog erger, meneer. U had 5 miljoen in uw koffer. Ja. En dat is ontzettend jammer. Nog eentje? Ja. En als je nou die 2,5 miljoen laat zitten, is de schade uiterst beperkt. Ja. Alle andere bedragen zijn oké, alleen niet de 2,5 miljoen, oké? Nee, oké. Dat doe je niet, hè? Nee. Er zijn nog 9 koffers. Je hebt een kans van 8-9 dat het helemaal goed gaat. Kom op. 25. 25. Meneer? Ik denk 50 eurocent. Ik denk het ook. 50 eurocent. Alsjeblieft. 50 eurocent. Please. Oh! 7.500 euro. Gelukkig. Jammer van die 5 miljoen. Want dan hadden we nu echt over een gigantisch bedrag gesproken. Maar die is eruit en dat is eigenlijk het grootste risico van de bank. We hebben nog 8 koffers. Een kans dus van exact 12.5% dat in koffer 10 2,5 miljoen zit. Dat weet de bank. Ik kan heel slecht inschatten of ze nu gaan zakken of gaan stijgen. Wat denkt u? Stijgen. Kijk, het ergste is eruit. De 5 miljoen is eruit. Het kan ook zijn dat ze ietsje zakken. Dat weet je nooit. Laten we maar kijken. Wat biedt de bank voor koffer nummer 10? Gezakt. Ik was er al bang voor. 183.000 euro. Als je doorgaat. Ik geloof dat u vindt dat ze moet stoppen. Of niet? Nee. Als ze zou besluiten om door te gaan, moet ze 2 koffers openmaken. Er zijn nog 8 koffers in het spel. Je hebt dus de kans van 75% dat dat goed gaat. En een kans van 25% dat het fout gaat. Wat gaan we doen? Ik heb zelf gevoel om te stoppen. Maar... Jij voelt dat je wilt stoppen? Ja. Maar Ron heeft zoiets van, of niet? Stoppen. Stop, oh, jij vindt ook dat we moeten stoppen? Nou. Ja, echt waar? Ja? Ik,
Als jullie willen stoppen, ga je stoppen. Ik zeg nog één keer, als je doorgaat, twee koffers. Als je de 2,5 miljoen eruit haalt, er zit ook nog 3 ton en 2 ton in, hè? Maar dan moet je durven doorgaan. Oké, 183.000 euro kun je krijgen. Of nog twee koffers openmaken. Nee, stop. Ik durf niet. Ron? Zeg het. Stoppen. Stoppen. We stoppen. We stoppen. Oké. Ik heb het geprobeerd. Dan mag ik jullie namens de Postcode Loterij van harte feliciteren met 183.000 euro. Gefeliciteerd. Maar. Wat zit er nou in koffer nummer 10? Grappig genoeg is koffer nummer 7 zit er ook nog bij. Daar heb je ook nog over getwijfeld. Kan je nog herinneren? Ja. Dat was ook je geluksgetal. Ja. Zou die 2,5 miljoen dan daar zitten of daar zitten of toch in een van die andere koffers? We doen alsof we doorgespeeld hadden. Ja. Dan had je nu dus die twee koffers open moeten maken. Welke had je dan genomen? 26. Meneer 26. Is het 3 ton in? 3 ton? Ja. Ja, dat kan best. Die zit er nog bij. 8.000 euro voor u als het goed is. Oh, bijna! Wat jammer voor u. Ja, heel jammer. Nog eentje. Nog eentje. 12. Mevrouw 12. 3 ton. Daar zit 3 ton in. In koffer 12. 7.000 euro als het klopt. 3 ton, 3 ton, 3 ton. Denk om je nagels. 50. Ja. Was goed gegaan. Het was goed gegaan. Ja, ja, ja. Ah, sterker nog, het was hartstikke goed gegaan. Maar ja, dat kan je niet weten van tevoren, Ron. En daar moeten we ook niet te lang bij stilstaan. Hoewel ik natuurlijk wel even gemeen laat zien wat ze nu geboden hadden. Wat was het bod nu geweest? Nou... Ja, ja, een kans van 1 op 6. Op 2,5 miljoen. Als je het door 6 deelt, kom je rond de 4 ton uit. Dus ik was daar wel bang voor. Ja. Maar goed, dat heb je niet. Jij hebt 183.000. En als blijkt dat er 20 eurocent in zit, heb je het helemaal niet gek gedaan. Dus we gaan gewoon door. Nu had je één koffertje open moeten maken. Welke 18. Had je genomen? 18. Meneer 18. 2.500.000. Dat denkt u? Ja. Als het goed is, wint u 6.000 euro en valt er een pak van haar hart. Gaat uw gang. 2,5 miljoen? Oh. Nee hoor. Hij zit in 7. 50 eurocent. Zit hij in 7? Ik denk het. Ja? Oké, we gaan door. Als je nu weer nee had gezegd, want het bod was weer gestegen, dat was nu wel meer dan 4 ton geweest, dan had je nu weer één koffer open moeten maken. Welke had je genomen? Nummer 4. Meneer 4. 20 eurocent. 20 eurocent. In koffer 4. 5.000 euro als het klopt. Gaat uw gang. 5 koffers in het spel. Ja! Gefeliciteerd. 5.000 euro gewonnen. Dat is lekker. En Marjan denkt, shit, was ik maar even doorgegaan. We hebben nog 4 koffers in het spel. Er is nog een koffer van 3 ton. Dat is meer dan je ervoor gekregen hebt. Er is nog 2,5 miljoen en dat is veel meer. Maar er is ook nog 500 euro en 100.000 euro. In dat geval heb je een prima deal gesloten. Welke koffer had je nu opengemaakt? 21. Je bewaart die 7, hè? Ja. Je durft het niet, hè? Nee, nee. Meneer 21, wat zit er in uw koffer, denkt u? 100.000. 100.000. Voor 4.000 euro. Gaat uw gang. 100.000 euro is... 300. 300.000 euro. Helaas voor u. En kijk nou toch wat er gebeurt. 3 koffers in het spel. Er is nog 1 koffer met 2,5 miljoen over. We gaan even kijken wat het bod was geweest als Marjan en Ron het hadden gedurfd om zo ver door te spelen. Maar wie durft dat, hè? De bank had geboden een ton of 9 of wat? 792.000 euro. Wat een geld. Maar goed, dat heb je niet. Jullie hebben 183.000 en we gaan weer één koffer openmaken. We hebben nog 14 en nummer 7. 14. Nummer 14. Laat eens eerst even zeggen, mevrouw. Wat zit er in uw koffer?
100.000. U denkt 100.000 euro. Als het goed is, wint u 3.000 euro. Is het 100.000 euro? Maar Jan wordt gek. Het is de 2,5 miljoen. Het is de 2,5 miljoen. Gelukkig. Gelukkig. Nou. Dan is het ook niet zo erg dat je niet koffer 7 genomen hebt. Want anders had je misschien de hele tijd gedacht, had ik toch maar die genomen. Ja, ja, ja. Goed, we hebben nog 100.000 en 500 euro. Nu was het bod niet meer dan 45.000 euro geweest. U mag zeggen wat u denkt dat er in uw koffer zit. 500 euro. U denkt 500 euro. Als het goed is, wint u 2.000 euro. En het is, ach, gosh, ook nog fout. Wat jammer. Want hier zitten ze in. Hier zitten 500 euro in. En Marjan krijgt er 183.000 euro voor. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Nou. En alle mensen die thuis meegespeeld hebben met koffer nummer 10. Die moeten nu allemaal even uit het raam kijken. Die zien waarschijnlijk niks. Misschien nog een verdwaalde Piet of zo. Maar de vraag is natuurlijk, waar staat die hunk met die gouden koffer vanavond? We gaan naar Winston. Pakjesavond. Pakjesavond en nog eens pakjesavond. Daar gaat het natuurlijk vanavond om. Dus ook om in het thema te blijven, ga ik ergens een klein bloemetje afleveren. En als het goed is ook een hele mooie koffer. Want daar gaat het natuurlijk om. U weet, het is zondagavond. En op zondagavond bel ik ergens aan. En denkt u nu, hé, ik waak voor mijn baas. Die hond die ken ik. En die bel ook. Dan weet u, dat is misschien mijn huis. Ik ga natuurlijk gewoon even kijken of ik hier niet heel brutaal aan de binnenkant. Ja. Kijk. Hallo? Oh, we gaan gewoon naar binnen. Goedenavond. Winston Gerstenowitz van de Postcode Loterij. Aha. Mag ik binnenkomen? Verder. Ach, gelukkig, dat hoopte ik al. Kom je op. Wat zegt u? Hennie Huisman. Nee, Hennie Huisman die is er niet vanavond. Zo, we gaan naar boven. Ja, we komen naar boven. Goedenavond. Ik denk dat jullie bij Gea moeten zijn. Ja, dan lopen we gelijk achter. Is achter. Oh, loop even mee dan snel, want zo lang hebben we niet. Welke kant moeten we op? Achter. Hier doorlopen? Ja. Oké, jongens, gaat u maar voor. Ja, doe ik. Had u al pakjes gehad vanavond? Ja. Ja, surprises ook? Nee, alleen de gedicht. Gea? Ik moet heel even vragen hoor. Postcode Loterij. Mag ik even binnenkomen? Nee, je bent live op televisie. Mag ik even binnenkomen? Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Maakt niet uit joh, hartstikke gezellig. Ik kom gewoon naast je zitten. Ik dacht dat die kastoon altijd komt. Zet die, ja nee, die komt vanavond. Ik ga even kijken. Kijk, we zetten hem even op 2. Lisa, wat krijgen we nou? Kijk, zie je, dat zijn wij. Jezus. Nou, zeg. Haren. Zo, doe je haar even goed. Kijk even in de spiegel, doe ik het ook even. Het is gewoon een specialist. Ja. Ik heb een bloemetje voor je. En het is pakjesavond. Je zat dus niet miljoenenjacht te kijken, hè? Nee. Oh. Kijk, ik dan zo'n kaart, zo'n... Ja, dat maakt helemaal niet uit. Iedereen zit toch wel eens lekker in zijn joggingbroek op de bank. Nou, pas maar. Hey, Gea, even één ding, hè? Ja, ken je het programma Miljoenenjacht? Ja. Met Linda de Mol? Ja, geloof het wel. Daar hebben ze zo'n kofferspel. Oh. En dan kiezen mensen zo'n koffer uit en dan kiezen ze een hoog bedrag of een laag bedrag. En dan aan de hand van hoe dat spel dan gaat, komt er in de finale een bepaald bedrag uit. Dat winnen ze dan in de studio. Ja. En dat wint ook iemand thuis. En dat staat hier dan op. Nee, ik krijg er helemaal warm van. En ik ga dat er nu opschrijven. Wat was je aan het doen vanavond? Gewoon lekker, geen niks bijzonders? Geen Sinterklaas is niet binnen geweest nog? Nou, yoghurt eten. Ik zat nog niet aan de drank. Let op, hou me stevig vast. Want we gaan weer. Ik ga jou vertellen dat je hebt gewonnen. 183.000 euro. Nee. Gea, op 5 december. 2004. Echt waar? 183. Ja. En ik ben ook nog niet eens zo heel lang. Ik zei, nou, ze zal mijn deur voorbij gaan. Ik zei, je moet dat gewoon doen. Zei ik toch pas nog. Je speelt nog niet lang mee? Nee, ik zei, nou, ik doe toch. Want zal die kastoon komen en dan gaat ze wel naar de buren en niet naar mij. Nou, geweldig. Jezus, veel. Hey, heb je nog een leuk gedichtje? Want ik had nog een leuk gedichtje gemaakt. Misschien wel even leuk om te vertellen. Kijk, 5 december, pakjesavond. Dat is wel leuk. Heb je toch nog een beetje een gedichtje? Ja. En u zit gespannen thuis. Wie weet, kom ik... Nou, uw voordeur bent u rechtstreeks op de buis. Dat ben jij dan, hè? Ja. Want Miljoenenjacht is ook vanavond weer op pad met heel veel geld. Nou? 30
Wie zal straks de koffer krijgen en wie wordt aangebeld? Nou, dat ben jij, dus die krijg je ook van mij. Ik heb geen pepernoten, maar voor de rest is volgens mij de avond wel geslaagd, hè? Nou, dat dacht hey, ik. Hé, een nieuwjaar. Ga je leuke dingen doen ermee? Nou, vast wel. Wat is het eerste wat in je opkomt? Nou, ik ben bezig met de verbouwing, dus misschien doe ik het allemaal nog wel luxer, makkelijker. Ik was vanavond nog aan het schilderen. Ik heb net nog uren staan schilderen met... Jezus! Oh, wat heerlijk! 183 geld! Het geen pepernoten, het zijn euro's. Het heerlijk, het zijn euro's. Nee, het zijn geen pepernoten, hoor ik iemand zeggen. Ja, de buurt komt langzaam binnen. Ik drink niet op me door, hoor. Wij gaan nog even lekker een kopje koffie drinken, leg ik je alles uit. U thuis denkt waarschijnlijk, oh, hoe kan dat nou, 5 december. Het leuke is, volgende week zondag ben ik gewoon weer ergens en hopelijk bij u thuis. Dan nog 4 avonden vanaf nu dat ik 5 miljoen euro mogelijkerwijs aanbel bij u thuis. Een hele fijne week. Dat hoop jij ook, hè? Ja. En tot dan. Dag. Ja, maar wel, hè. Ik ga me weer aankleden. Postcode Loterij helpt. En wij gaan de check overhandigen. Dag Ron, gefeliciteerd. Ga zoenen, hier is hij, dankjewel. 183.000 euro. Kijk eens, alsjeblieft, voor jullie. Voor de pony en misschien een kleine boerderij. Kijk eens, alsjeblieft. Champagne. En ik neem even afscheid, ik kom zo terug. Het zit erop. Wilt u thuis verder miljoenen jachten, dan kan dat op onze internetsite. 1 beller heeft nog 10.000 euro van me te goed en die naam komt nu in beeld. Gefeliciteerd. En volgende week zien we hoe de winnaars met postcode 8103CG reageren als Marjan 183.000 euro komt verdelen. Ik bedank u namens de Postcode Loterij, de Tros en de 45 goede doelen voor het kijken vanavond. En heel graag tot volgende week zondag. Dag! Bezoek ook onze website www.tros.nl. Ja, hoi met mij. Je zou meteen...